Krijg je aanstaande zondag ADO uit? Wat voor een gevoel krijg je bij die wedstrijd? Ik denk een beladen wedstrijd. Veel vijandigheid tussen ADO en Ajax. Dus hoop strijd, denk ik. Ook op het veld? Ja, zeker. Vooral op het veld en ook buiten het veld natuurlijk. It's better to play in a stadium with ambient than without people. So yeah, if always with respect and no problems in the tribune and this, no problem for me. It's nice. Er is natuurlijk een aparte sfeer. In Den Haag is natuurlijk in de afgelopen jaren een hoop gebeurd. Dat hebben we ook afgelopen week meegemaakt. Utrecht uit. Nou ja, ik heb dat vorig jaar ook al gezegd. Groningen uit, Twente uit, afijn. Overal voel je en proef je wel wat vijanders. Aan de andere kant, wij moeten gewoon proberen op onszelf te focussen. En gezien de ranglijst en onze status moeten wij daar voor 3 punten gaan. Dus dat is simpel. Ik denk dat ADO ervoor bovenop gaat en graag voor Ajax wil winnen. Maakt niks uit waar ze staan. En ja, wij moeten gewoon simpel nu alles winnen. Dus het wordt een mooie pot. Waar was Eno vandaag? Eno die is er uit voorzorg uitgehaald uit de training. Die had gisteren een behoorlijk pittige training meegemaakt. En die gaf wat aan dat hij wat stijvigheid links en rechts voelde. Dus die hebben we binnengehouden. Hoe zit het verder met de blessures? Ja, dat is wel een punt van aandacht. Gabri. Die is er voorlopig niet bij. En Jan Vertonghen ook niet. En Bakker Choglu is gisteren ook uit de training gegaan. Hij had wat last van zijn lies. Dus hij heeft vandaag ook niet mee kunnen trainen. Maar ik weet niet hoe dat na zondag zit. We hebben Dario Svitanić nog. Die vandaag heeft meegetraind. En dat ziet er goed uit. Dus die zou zondag wel aanwezig kunnen zijn. Fernanita is gisteren uitgevallen. Dat was ook een lastig momentje. Hij had veel last gisteren. Vandaag is hij vrij goed. Dus ook dat weten we niet hoe dat zich ontwikkelt naar zondag toe. Maarten heeft mij persoonlijk gezegd dat hij zich nog aan het herstellen is van zijn griep. Hij is een hoop kilo's kwijtgeraakt. Dat voelt hij, dat merkt hij. En daarbij heeft hij ook bij de medische staf aangegeven dat hij toch nog wat last van zijn schouder heeft ook. Dus al met al niet optimaal, niet topfit. En Kenneth is topfit. Dus ik heb hem toen gezegd van, dan is wat mij betreft de keuze niet zo moeilijk. Je hoeft geen keuze te maken, want jij bent op dit moment geen topfitte keeper. En op het moment dat jij weer gewoon topfit bent, dan wil ik wel een beslissing maken. Maar dat is uiteindelijk nu niet nodig. Dus dat is de situatie. Nou, is Suarez geschorst. Kunnen jullie dat makkelijk opvangen, denk je? Ja, het is natuurlijk jammer dat hij niet speelt. Belangrijke speler voor ons. Maar we hebben genoeg goede spelers in de selectie die dat makkelijk kunnen opvangen. Dus dat is geen probleem. En datzelfde geldt voor Vertonghen en Gabri, denk ik, hè? Ja, jawel. We hebben over het algemeen overal goede spelers staan. Middenveld, aanval, ook de wissels. Dus moet kunnen. I think the team is improving. I think we are winning. That's important. I think after some losers and some matches that we didn't do well. So yeah, just try to get confidence and try to keep improving. Yeah, and let's see what happens.